je moet dus eigenlijk, je kan zeggen, nou, we hadden een geloofsovertuiging. Je had mensen die geloofden in de vaccinatie en je hebt mensen die geloven niet in het vaccinatie. En allebei hebben ze angst. Allebei hebben ze doodsangst. Eén, omdat ze anders denken dat ze doodgaan of ziek worden als ze de vaccinatie niet nemen. En de andere, als ze hem wel nemen. Dat lijkt me verschrikkelijk trouwens. Ja. We hebben één situatie gehad thuis, dat was nog redelijk in het begin. We hadden gewoon een familiediner en een van de familieleden kwam binnen en die zei van, oh nee, ik ga je niet knuffelen, want dadelijk dan besmet ik je. En dacht van, nee, dit gaat niet gebeuren. En ik heb die knuffel echt afgedwongen. Ja. In eerste instantie hadden we natuurlijk geen vaccins. En moesten we het doen met wat we hadden, met de afstand en met de mondkapjes en dat soort dingen. Eerst wel geen mondkapjes, toen wel mondkapjes. En in de literatuur is gewoon bekend dat mondkapjes gewoon niet werken tegen aerosolen virussen. Dus betekent, dat is hetzelfde als zand door een hek heen gooien. Hij in feite zei dat corona hetzelfde reageert als griep. Waar wij nog in 2020 mee bezig waren, is dat het door allerlei dingen besmet zou kunnen worden. En dan vind ik nog dat je hoofd best onbetrouwbaar is in inzicht geven op je verleden. Hoeveel herinneringen wel niet anders zijn in je hoofd dan dat ze werkelijk hebben plaatsgevonden. Ja. Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher while I'm in between the fight of wrong and right. Role-playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are. In the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Wijsdom. Ik zit hier vandaag met Felix van der Wissel, al arts sinds 1995. Dat zijn heel wat jaren. Ja. Welkom. Ja, dank je. Fijn dat je er bent. Ja, voordat wij beginnen, eerst even een oproep aan de kijkers, van de luisteraars. Mocht je op een of andere manier willen steunen, dat kan financieel, dat kan op heel veel andere manieren. Als je daar je eigen ideeën bij hebt, laat even weten. Kijk even op mijn website sennaoshi.com/doneren hoe je kan helpen. Alle hulp is altijd welkom. Felix van der Wissel, ja, we hebben natuurlijk een hele rumoerige tijd achter de rug. Daar wil ik het straks met je over hebben, hoe je daar zelf in stond als arts, mm-hmm. Maar vooral gewoon als persoon, als man, met jouw waarden en normen. Maar vertel eerst even wat meer over jezelf. En misschien ook waarom je ooit hebt gekozen om arts te worden. Ja, dus misschien, dat heeft wel een wending gehad in mijn leven. Ik wilde vroeger industrieel ontwerpen gaan doen. Oh, dat is heel wat anders. Dus ik ben daar ook mee bezig geweest. Ik heb ook wel lampen ontworpen en was veel meer in de technische kant bezig. Laat ik eerst beginnen. Ik was niet zo'n hele ster op school. De meeste mensen denken met een dokter, nou, dat zal wel goed zitten. Ik ben geloof ik 4 keer blijven zitten. Zo. Maar hebben we dan over basisschool? Middelbare school. Okay. Middelbare school. Ik vond het hele schoolsysteem vond ik eigenlijk niet fijn. Paste misschien niet bij je persoonlijkheid? Het paste gewoon niet. En ik merk steeds meer als ik daarnaar kijk en ik zie hoe nu de jeugd bezig is, dan wordt er allerlei stof ingestampt zonder dat de jeugd eigenlijk wordt geprikkeld om met hun eigen verlangens en van hun eigen vermogens aan de slag te gaan. En dat was bij mij net zo. Opstandig. In die puberteit wat onzeker. En dan blijf je zitten. En ik was meer met de meiden bezig volgens mij dan dat ik echt met school bezig was. Dus hoort misschien ook een beetje bij de leeftijd. Ja, dat was veel meer. En uiteindelijk ben je dan toch wel iets meer, ga je iets meer nadenken over wat je wil. Maar er was een wending in mijn leven toen mijn moeder ziek werd. Toen was ik 15 en die ontdekte dat ze borstkanker had. En dan begint zo'n ziekteproces van je moeder in je puberteit.
ja, dat doet natuurlijk veel met je. Hmm. En je wilt het ook helemaal niet. Want jij hebt jouw leven en je moeder die is ziek en die heeft aandacht nodig. Dus er zit dan ook het conflict met jezelf. Je ego wat je net aan het ontwikkelen bent. En er toch gewoon ja, voor je moeder willen zijn. Dan weer verdrietig zijn. Omdat het mogelijk misschien ook betekent dat je moeder dood kan gaan. Dus dat zijn wel, waren wel pittige jaren. Moeder is eerst toch geopereerd. Borstamputatie gehad. En daarna gaat het allemaal weer beter. En dan komen er weer jaren dat het allemaal goed gaat en dat het uit je zicht gaat. Ondertussen ging het nog niet super met mij op school. En uiteindelijk heb ik zelfs Lusac College gedaan op het Duits. Het is 2 jaar in 1 gedaan. Omdat het, ja, nou ja, het wilde niet vlotten. En in dat laatste jaar, wat ik 2 jaar in 1 deed, toen heeft mijn moeder, die op 2 februari jarig was, op 1 februari haar feestje hield, struikelde over een tasje en haar heup brak. En dat was eigenlijk het begin van het einde, omdat daar toch een botuitzaaiing zat. En het zat dus helemaal overal. En toen is er eigenlijk een periode gegaan dat zij nog wel wat nabehandeld is. En toen kwam ze thuis. En mijn vader werkte op de universiteit, hoogleraar psychologie. En die heeft 2 linkerhanden. En ik merkte dat ik mij het verzorgen goed afging. Hmm. Dus ik heb heel veel voor mijn moeder gezorgd. En ging koken. En mijn zusje, ik heb 1 zusje. Die deed ook 2 jaar in 1, maar die deed dat in Amsterdam. En die was bij vrienden, was hij op kamers. Dus ja, die was alleen maar in het weekend thuis. En door de week zorgde ik dus voor mijn moeder. Ondertussen ook weer hard werken, omdat ik natuurlijk wel eigenlijk mijn papiertje wilde halen. Het zijn er best wel wat ballen die je dan hoog aan het houden bent. Ja, en ik heb toen ook gemerkt dat verzorgen mij gewoon heel goed lag. Dus ik dacht daarvan, nou, misschien wil ik wel de verpleging in. Want ja, dit was meer verplegen. En dat vond ik ook mooi. Uiteindelijk is mijn moeder op 14 juni 1987 was dat overleden. En ze heeft net niet meegemaakt dat ik geslaagd ben, want ik had nog een her. En dat was natuurlijk, je zat midden eigenlijk in zo'n rollercoaster qua emoties. Dus het überhaupt dat mijn zusje is ook geslaagd. Maar dat we überhaupt geslaagd zijn in die periode vind ik nog steeds knap. Mm. Maar het is natuurlijk het liefst wat je wil, is dat je gewoon je moeder het mee wil geven dat het gelukt is en dat je verder kan. Maar, en ook die erkenning krijgen van je moeder. Ja, nou, dat ook. Maar eigenlijk weet ik gewoon dat ze het wist. Weet je, ik heb eigenlijk gewoon na haar overlijden heb ik haar altijd bij me gevoeld. Dus dat was ook wel iets heel bijzonders. Ik heb me opgegeven voor industrieel ontwerpen. Ik heb me opgegeven voor de Hoge Hotelschool in Maastricht. En ik heb me toch ingeschreven voor geneeskunde. Alleen, ik kon dan niet meer industrieel ontwerpen doen in Delft. Want dat was een numerus fixus. Dan moest je ingelood worden. En je mag maar voor 1 numerus fixus studie mocht je opgeven. Dus ik heb me wel ingeschreven voor Eindhoven. Voor industrieel ontwerpen, voor het geval dat. Ik ben op interrail gegaan. En ik hoorde in Griekenland dat ik ingelood was. Dus dat, voor welke opleiding? Voor geneeskunde. Gotcha. En ik ging naar, bepaald. Ja, dus het had zo moeten zijn. Dus zo voelde het ook echt. Ik had een diep gevoel dat dit het ging zijn. Ja. En ik werd ingelood in Maastricht. En ik woonde in Rode, in de kop van Drenthe, dus vlakbij Groningen. Dus het was 5,5 uur reizen. Jezus, dat zijn nogal wat kilometers die je dan maakt, hoor. Ja. Toen ik terugkwam, tenminste via Interrail, toen zijn we via Maastricht gegaan met mijn toenmalige vriendinnetje. En gelijk me ingeschreven voor kamers, dingen geregeld, de bankzaken en dat soort dingen. En ja, een aantal weken later ben ik met een aanhanger, toen ik een kamer vond, het was net over de grens in België, had ik mijn eerste kamer, ben ik naar Maastricht toe gegaan. Dus, en daar heb ik 8 jaar... doorgebracht. Wat ontzettend mooi was. Het was ondanks dat je natuurlijk wel. Ik was toen 20. Ik was natuurlijk een aantal keer blijven zitten. Ik had ook wel weer een jaar had ik ingehaald.
omdat ik ja, natuurlijk Lusac College had gedaan. Dus nou ja, maar je bent wat ouder dan de meesten. Maar ja, ik was vrij. Ik was redelijk bleu qua gastje hoe ik eruit zag. Weet je? Mm. Dus het schatte me altijd veel jonger. Dus om dan geneeskunde te doen was echt prima. En ja, Maastricht is een geweldige stad. Dus je hebt een goede tijd ik gehad. Ik denk ik zelf. En die 8 jaar geneeskunde, hè? Dat was wel zonder blijven zitten? Nee, één jaar heb ik ook overgedaan. Maar dat was ook met onderzoek. Dus je moet het zo zien, je hebt 4 jaar voor je doctoraal. Ja. En in die 4 jaar doctoraal heb ik 1 jaar extra gedaan. Maar dat kwam, ik heb toen bij interne geneeskunde een extra onderzoek gedaan. Waar ik nou ook een studentenbaantje had. En dat was prima. Ja, het was, ik denk dat ik een klein beetje wegmoffelde dat ik misschien toch er niet helemaal voor ging. En dan was dit een goed excuus. En ik heb altijd met theorie zoiets gehad van, oké, moest die theorie leren. Maar ik ben echt een man van de praktijk. Ja. Dus ik kon niet wachten tot ik mijn co-schappen kon beginnen. En ik heb, toen ik net mijn doctoraal af had, ook met mijn hak over de sloot met doctoraal, ben ik eerst stage gaan lopen in Frankrijk tijdens de Olympische Winterspelen in 1992. En daar heb ik met name me gericht op het bewegingsapparaat. Dus alle botten, spieren en eigenlijk alle ski-ongelukken. En ik zat in een Centre Medical. En daar samen met een vriend die al wat langer bezig was en eigenlijk in zijn laatste jaar zat. En ik mocht daar ook stage lopen. Dus we hebben daar de tijd van ons leven gehad. Ik heb er onwijs veel geleerd, want ik wist helemaal niets eigenlijk van botten en spieren. Ik had toen de anatomielessen op de snijzaal had ik wat overgeslagen. Dus ik had een achterstand en dat was ook een van de dingen om dan daarheen te gaan om veel te leren. En dat heb ik ook echt gedaan. En daar kan je het echt in de praktijk leren? In de praktijk leren. Ik kon leren hechten, alle röntgenfoto's mochten maken. Bewegingsapparaat onderzoek, dus schouders, veel schouders uit de kom, die konden we er allemaal weer inzetten. Skibreuken, enkelbreuken, alles wat je ongeveer kan breken, dat was daar. En ondertussen een super tijd gehad. Ik speelde in een band en de vriend waarmee ik was, die was de zanger van de band. Ik speelde daar saxofoon in, ik had mijn sax mee. Dus wij speelden iedere avond in de kroeg, gingen met de pet rond en haalden daar ook gewoon veel geld op. Dus ik heb echt een hele mooie tijd daar gehad. Nice. En als je nu terugkijkt, want je bent dan bijna 30 jaar arts. Ja. Wat was voor jou het meest uitdagende in 30 jaar tijd? Nou, kijk, ik heb gemerkt dat eerst mijn ego nogal gestreeld moest worden. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Een vader die intellectueel was. Hoogleraar psycholoog of psychologie, ja. Hij is in 2012 overleden. Die ongemerkt toch van zijn ouders ook door had gekregen dat je iets moest voorstellen in de maatschappij. Mm. En ik denk dat hij het nooit zo tegen mij heeft gezegd, maar je voelt een sociale druk. Hij vond het belangrijk dat ik naar het gymnasium ging, uiteindelijk VWO. Er zat druk op. Prestatiedruk. Prestatiedruk. En ik heb dat ook gemerkt, dat ik toch niet de verpleging in ben gegaan, maar wel geneeskunde ben gaan studeren. En als je dan klaar bent met je basisopleiding. Maar eigenlijk wilde je geneeskunde. Ja. Ja. Verpleging. Verpleging. Ja. Dan ben je klaar. En dan is huisarts eigenlijk hetgene wat het meest nabij was, want dat heb ik onze huisarts ook zien doen. En dat was ook een van de redenen dat ik dacht van, nou, ik word huisarts. Want hoe hij met mijn moeder is bezig geweest, dat laatste stuk, ja, dat sprak me heel erg aan. En dat was echt fijn. En dan gaat er toch iets in mij aan, juist ook doordat ik in 10 jaar was geweest in Frankrijk met het bewegingsapparaat. Ik heb nog een stage gelopen, ook nog in India, ook orthopedie, waar ik een half jaar ben geweest. Alles was toch wat meer gericht op de orthopedie. Dus ik wilde orthopeed worden, was dus een specialist. Dus toch niet die huisarts. Was het hartstikke moeilijk om een plek te krijgen, want je hebt vaak 200 kandidaten voor 1 plek. En daar ben ik dan toch heel erg mee bezig geweest, om me daarop te richten. En toen ik klaar was, heb ik even in Tiel op de eerste hulp gewerkt en later al snel in het Radboud Ziekenhuis. Ook orthopedie, dus alles was gericht
om op de focus om me te specialiseren in de orthopedie. Dus de botten, spieren en alles. Dat is uiteindelijk gelukt. En ik kreeg in 1960... Maar hoe hebben deze keuzes dan nog te maken met ego en prestatiedruk? Omdat de specialist hoger aangeschreven was dan de huisarts. Aha. Dus ik wilde het hoogst haalbare. En dat was toch gewoon chirurg worden, orthopedisch chirurg. Dus er zat toch wel dat dingetje in, want dan stelde je meer voor. Ja, krijg ik meer aanzien. Meer aanzien. Dat vond ik toch wel heel belangrijk. Ik heb 2 jaar algemene chirurgie gedaan in Venlo. Toen nog een half jaar in het brandwondencentrum, want ik had nog een half jaar ertussen voordat ik met de orthopedie kon beginnen. En ik had veel te weinig geopereerd, ook in Venlo. Ook allemaal door ego-structuren binnen zo'n ziekenhuis. Waar ik dan helemaal niet goed tegen kan en dan ook er tegen inga. Dat moet je niet doen, want dan krijg je weerstand. Want die chirurgen hebben natuurlijk nog een groter ego. Dus dan word je klein gemaakt. Dat zijn allemaal van die leermomenten van hoe je leert om in een 3D-wereld om te gaan met ego-structuren, met macht en met alle andere dingen. Dus het zijn allemaal hele mooie leerscholen, hoor. En in die tijd leerde ik mijn vrouw kennen. En die woonde in Amsterdam. Dus ik heb ook gewoon toen in een half jaar gedacht van, nou, dan ga ik ook bij haar wonen en dan ga ik in Amsterdam zitten. En toen heb ik een half jaar, kon ik nog een verlenging krijgen van die algemene chirurgie in Beverwijk. En dat was een geweldig team. Dat was echt supermooi. Echt, daar ging mijn hart open en ja, daar voelde ik echt dat ik gezien werd gewoon voor wie ik ben. Mm. En heel veel geleerd. En toen ging ik naar Eindhoven toe, want daar was mijn orthopedieopleiding. En dan kwam ik weer in dezelfde structuur zo'n beetje terecht, wat ik ook wat in Venlo had. Meer ego. Weer ego, weer voldoen aan allerlei dingen. En ja, en toen voelde ik eigenlijk mijn hart al spreken en mijn hoofd wilde niet. En op een gegeven moment gaat je lijf dan voor je beslissen. Want wat gebeurde er? Ik kreeg migraine. Aha. En migraine vind ik echt een symptoom, een klacht die iets vertelt over mensen dat ze op een T-splitsing zijn. Hmm. Dus natuurlijk kan je zeggen, nou, je hebt hormonale migraine, maar als je echt migraine krijgt zomaar, denk dan altijd aan dat je ergens een keuze staat en volgt dan je hart. Dat is echt gewoon niet wat ik heb geleerd. Zou je dan kunnen zeggen dat mensen die veel migraine hebben dat niet kunnen verklaren, dat ze eigenlijk hun hart niet volgen? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Kijk, ieder mens is anders. Ik vind het wel mooi om het lichaam zo te zien als spiegel. Ja. Zodat je echt naar dat lijf kijkt, niet in losse fragmentjes, zoals wij eigenlijk in de westerse geneeskunde krijgen. Het is echt een kompas. Maar dat het echt je kompas is, een spiegel voor jezelf. En dat, nou ja, dat dan weet je van, hé, ik schuur. Hmm. En als je ergens schuurt, dan gaat je lichaam je allerlei signalen geven. Want dat stroomt niet. En als iets niet stroomt, krijg je klachten. Maar had je dat meteen door? Van, oh, ik heb migraine, wacht even. Ik doe iets verkeerd. Misschien maak ik niet de juiste keuzes. Eigenlijk wel. Ja? Alleen, dat wilde mijn hoofd niet. Ah, dus er was toch nog weerstand vanuit je ego. Ja, ja. Ik weet dat ik op een weekend weg was, ook samen met Daan, mijn vrouw. En ik heb toen ook gezegd, ja, ik wil niet meer. Ik voel gewoon dat ik niet meer wil. Ik kan niet meer. En ik ben de volgende dag, toen we na het weekend kwamen, ben ik naar mijn opleider gegaan. Ik zeg, ik ga stoppen. Nou, die was woest. Yeah. Die was woest. Dus dat kon niet. Hoe kan je nou, ja, een opleidingsplek die zoveel moeite heeft gekost, gewoon aan de kant zitten? Nou, toen heb ik nog 3 maanden ben ik daar gebleven, meegedraaid. En ik ben in maart 2000 ben ik met de huisartsopleiding begonnen in Maastricht. Dus dan begin je weer van vooraf aan. Hè? Ik had 4,5 jaar erop zitten. Ik moest nog 1,5 jaar voor die opleiding. Oh jeetje, je was dus, echt in de laatste loodjes. Ja, ik was wel een aardig eindje. En ik heb voor mezelf wel geleerd dat het heel belangrijk is om dat interne kompas te varen. Want dat zegt je alles. En alles wat je op je pad krijgt, neem je mee om daar je lessen uit te leren. En dat heb ik ook wel gedaan. Mooi. Dus ja, toen eigenlijk is het 3 jaar huisartsgeneeskunde nog achteraan. Maar ik kreeg wat kortingen omdat ik natuurlijk al zo'n opleiding achter de rug had.
Dus ik mocht het in 2,5 jaar doen. Dus ik was in 2002 was ik klaar als huisarts. Als je terugkijkt op al die jaren dat je in de zorg hebt gezeten, wat is dan de gekste tijd die je hebt meegemaakt? Ik denk de COVID-periode. Die heeft veel losgemaakt, hè? Ja, ik vond het een hele aparte tijd. Afgezien dat ik... Kijk, ik heb ook nog even in Afrika gewerkt. Ook nog in een kliniekje. Ik heb... En dat is ook apart. Weet je, dat is ook een totaal out of your comfort zone. Ergens ingaan met weinig middelen en toch hulp bieden. Daar heb ik mijn voorliefde van Afrika ook vandaan. Maar ik denk die COVID-tijd is het meest rare, omdat een arts wordt... Die heeft een eed gezworen, ja, van Hippocrates. En in die eed zijn een aantal dingen belangrijk. Dat je eigenlijk je patiënt ten alle tijden daar het beste voor doet of laat. Dus het betekent dat je hem de beste zorg geeft, maar ook voorkomt dat je hem schade toebrengt door medisch handelen. En op een gegeven moment, daar ging hij bij mij echt knellen. Want in het begin was ik net zo angstig als iedereen. In 2020 ben ik nog op nascholing geweest in Costa Rica. Daar zat ik aan coronabiertjes en we hoorden over China en we hebben geproost op corona en een beetje gekscherend gedaan. Ver van je bed, show. Ja. En toen kwam ik terug en in maart begon het toen een hele poppenkast. En toen kwam het ook in Nederland. En toen gebeurde er natuurlijk heel veel in Brabant. Heel veel mensen ernstig ziek, overleden. En de prognose was 3% sterfte van de mensen die ziek zouden worden. We zouden misschien denken aan 300.000 mensen dood. Dat is natuurlijk huge aantallen. Ziekenhuizen die vol kwamen te liggen, code zwart en al dat soort dingen. Dus in het begin ben ik ook heel erg bezig geweest, ook met mijn kinderen, om die uit elkaar te houden, anderhalve meter. Ja, echt, ja? Serieus. Ja, echt. Want ja, weet je, je bent dokter, je hebt een voorbeeldfunctie. Je gaat, je moet zorgen dat iedereen zich houdt aan die regels, want die hebben we niet voor niets. En dus ik heb echt aan die andere kant ook gestaan. Dat lijkt me verschrikkelijk trouwens. Ja. We hebben één situatie gehad thuis, dat was nog redelijk in het begin. We hadden gewoon een familiediner en een van de familieleden kwam binnen en die zei van... Oh nee, ik ga je niet knuffelen, want dadelijk dan besmet ik je. En dacht van, nee, dit gaat niet gebeuren. En ik heb die knuffel echt afgedwongen. Ja. Dacht, nee, we gaan dit niet doen. We gaan niet lichamelijk afstand van elkaar nemen en elkaar niet groeten. Als broer, zus of zussen onderling, omdat er buiten iets is. Mm-hmm. Ik zeg, dan wil ik maar liever doodgaan met een knuffel. Maar ik ga niet die afstand. Dat wil ik niet. Maar ik ben ook echt een knuffelaar en ik ben heel erg... Ik ook hoor. Ik ben een onwijze knuffelaar. Dat is echt mijn liefdestaal. Ja. Dus dat voelde echt als een afsnijding. Ja. Dat moment van nee, ik ga je niet knuffelen. Dacht ik, nee. Mm. Maar ik snap, jij zit natuurlijk in het veld. Je hebt een verantwoordelijkheid en je ging er dus in mee. Ik ging er mee. We maakten ook filmpjes in de praktijk. Ik heb sinds 2005 heb ik een huisartspraktijk in Amersfoort. En sinds 2007 ook nog een praktijk in Tiel. Dus ik ben ook wel een beetje een ondernemer. en daar hebben we in Amersfoort hebben we filmpjes gemaakt. Hebben we een jonge populatie. Dus we maakten echt filmpjes om mensen te informeren. Om wat ik ophaalde van de overheid en dat soort dingen te vertalen naar eenvoudige boodschappen. Zodat mensen gerustgesteld werden. Ja. Maar wanneer is dan voor jou de omslag geweest? Want je zegt, eerst ging ik er helemaal in mee. Ja, nou, ik denk dat ik hoorde Maurice de Hond, denk ik, over zijn aerosolen onderbouwing. Waarbij hij in feite zei dat corona hetzelfde reageert als griep. Ja. Waar wij nog in 2020 mee bezig waren, is dat het door allerlei dingen besmet zou kunnen worden. Ik heb samen nog met een vriend voor Expedition Robinson een heel protocol geschreven, zodat Expedition Robinson door zou kunnen gaan met allerlei maatregelen hoe ze dat zouden moeten gaan doen en in teams en in allerlei dingen. Dus dat toch maar door zou kunnen gaan.
En dat was Temptation Island, hadden we dat ook voor gemaakt. Dus die moesten dan ook afstand houden. Ja, en hoe ga je dat doen met Temptation Island? Lijkt me niet zo tempting anymore. Nou ja, goed, maar het ging over dat je gewoon teams zou maken die niet met elkaar eigenlijk in aanraking zou komen, behalve de kandidaten, wat dat, en die zouden dan getest zijn. Nou, heel, ik zal je daar niet mee vermoeien. Dat was nog in mei 2020. En langzamerhand hoorde ik steeds meer over die aerosolen. En ik had steeds meer het idee, ja, weet je, het is toch raar dat al die testen. Ik heb toen bij Café Weltschmerz ook nog wel Pieter Borger gehoord. En die vertelde over die PCR-testen dat die eigenlijk niet klopte. En waarom dat niet? Hydroxychloroquine wat naar voren kwam en eigenlijk af werd gedaan als een fout middel. En wat de pharma had bedacht om dat middel maar uit de markt te krijgen. Het waren heel veel dingetjes die me te oren kwamen. En ik ben altijd wel nieuwsgierig. Ja. Dus dat betekent dat ik heb een nieuwsgierige mind. En ik ben bereid om mijn mening te herzien. Dus er zit bij mij... Nee, dat is een hele mooie eigenschap. Ja, vind ik ook. Ja. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dus voor mij is het heel erg dat ik sta open voor voortschrijdend inzicht. Ja. En dat blijf ik ook. Weet je, als het nu blijkt dat die vaccins wel ontzettend goed zijn, dan ben ik bereid om daar naar te kijken. Maar tot nu toe heb ik dat nog niet gevonden. En op een gegeven moment merkte ik dat ik daar niet meer in mee kon. Dat er dingen gewoon niet in klopten. Ging ik op Facebook me uiten? Had ik op LinkedIn ging ik meer dingen onderbouwen en ging ik me dingen afvragen? En dan kom je steeds meer met andere dokters die daar ook zo over denken in contact. Ik heb me toen aangesloten bij het artsencollectief. En dan krijg je ook steeds meer informatie. Ik las ongeveer 2 tot 3 uur per dag alle literatuur die ik kon hebben om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Maar ook de andere kant. Dus ik heb ook gekeken naar, oké, dus jullie vinden dit. Waarom vinden jullie dat? Alleen ik kon die argumenten die ik had, kon ik nergens meer plaatsen, want het was zo. En ik had ook wel in mijn praktijk, kreeg ik ook wel met andere dokters, die zeiden ja, maar het RIVM zegt het en we moeten gewoon het RIVM volgen. Dat is het, hè? En dus ik heb ook heel erg gemerkt dat de hele westerse geneeskunde zo vaart op de beroepsgroepen, op wat er gezegd wordt. En als ik dan weer even naar die eet terugga, dan denk ik, ja, nee, jij hebt gezworen dat jij het beste met die patiënt voor hebt. Dan betekent ook dat het jouw plicht is om alle kennis en kunde naar boven te halen. Ja. Dan kan je dus niet alleen maar varen over wat iemand anders tegen jou zegt, maar het betekent ook dat je het moet verifiëren van klopt dat. Ja. En daar kon ik niet mee uit de voeten. En er zijn nog steeds heel veel dingen niet duidelijk. Maar als het niet duidelijk is en een overheid die zag je schuiven. In eerste instantie hadden we natuurlijk geen vaccins. En moesten we het doen met wat we hadden, met de afstand en met de mondkapjes en dat soort dingen. Eerst wel geen mondkapjes, toen wel mondkapjes. En in de literatuur is gewoon bekend dat mondkapjes gewoon niet werken tegen aerosolen virussen. Dus betekent, dat is hetzelfde als zand door een hek heen gooien. Als je dat weet en als dat uit onderzoeken terecht is gekomen en je gaat mondkapjes opdoen en verplichten waarbij je de luchtstroom niet ververst, betekent dat je veel meer kans hebt op luchtweginfecties en zeker mensen die kwetsbare longen hebben. Dus het is het grotere geheel waar je naar moet kijken. Niet alleen maar je gericht op corona, maar er is nog veel meer. Mensen die, ik weet nog wel dat ik bij SBS6 was, volgens mij hadden ze mij uitgenodigd voor een of andere persconferentie of ik daar commentaar op wilde geven. Nou ja, en ik hoorde dat, ja, code zwart en er waren weer allerlei angstscenario's. Ik zei, ja, maar we hebben ieder jaar in het najaar hebben wij griepvirussen en liggen ziekenhuizen vol en kan ik mijn patiënten niet kwijt. Dat is altijd zo geweest. We hebben de afgelopen jaren is het alleen maar geweest. Dat willen ze niet horen. Maar dat willen ze niet horen. En dat is wel hoe het is. Ja. En, want op zo'n moment, ik merkte dat ook, dan word je ineens geconfronteerd met ziekenhuiscijfers en IC-cijfers en noem maar op. Wat ik dan meteen serieus neem en voor waar aanneem van, oh ja, dan zal het wel zo zijn. Ja. Maar ik heb helemaal geen kennis van hoe het er normaal aan toe gaat. En inderdaad, toen ik de cijfers zag van de jaren daarvoor,
Dus toen de pandemie er nog niet was. In 2018 hadden we een ernstige griepgolf. Ja. Toen, dan is het dus helemaal niet zo erg. Ik bedoel, het is inderdaad iets wat gewoon... er is geen hoge piek of zo. Nee, en er zijn 12.000 mensen overleden in 2018 aan griep. En er zijn 17.000 mensen overleden aan corona. Dat is nog steeds 5.000 meer. Dus het is wel, het is wel ernstig. Maar als je voor het eerst geconfronteerd wordt met een ernstig virus... dan is het relatief nog wel het verschil nog niet zo groot. En er is natuurlijk altijd gezegd... ja, maar door de maatregelen die we hebben genomen... hebben we wel 30.000 mensen hebben wij gered. Hmm. Aan de andere kant weten we ook uit de cijfers... en die kwamen dan weer later eigenlijk van het ministerie van Economische Zaken... dat de qualis, de kwalitatieve levensjaren... dat er 520.000 qualis verloren waren gegaan ten opzichte van... 100.000 winnen. Het was 600 was het zelfs. En dus in totaal 520.000 kwalies is er verloren gegaan door alle maatregelen. Dat betekent dat heel veel jongeren hebben gewoon niet meer de basis waarop ze eigenlijk ook een gelukkig, gezond leven kunnen leiden. Dat hebben wij ze ontnomen. En daar werd helemaal niet bij stilgestaan. En als huisarts zien wij gewoon wat er gebeurt in een maatschappij. Zeker in mijn jonge wijk met allemaal jonge patiënten die depressief werden, suïcidepogingen. Dat vond ik echt gewoon, daar ben ik zo boos over geworden dat daar geen oog voor was. Maar ik had precies hetzelfde. Ik merkte dat ik zeg maar banger was voor het virus wat in het hoofd ging zitten van mensen. Ja. Dus geen contact meer zoeken met elkaar, afstand houden, passief worden, niet meer naar buiten gaan. Dus eigenlijk gewoon dat sociale, ja. dat helemaal te afbrokkelen was. Dus dat echt het virus zeg maar in je hoofd leeft. Dus dat je angst zo groot is, dat je hele gedrag erop aangepast wordt. Daar was ik dan banger voor, om te zien in mijn omgeving, mm-hmm. dan voor een virus zelf. Want op dat moment wist ik natuurlijk ook niet, van, bestaat het wel, bestaat het niet, vind ik eigenlijk ook niet zo belangrijk. Het is meer, wat is het effect op het gedrag van mensen? Ja. En die vond ik heel eng. Ja, en die is eng, omdat we ook uit de geschiedenis weten wat angst doet met mensen. Ja. En angst, Matthias de Smet heeft daar natuurlijk heel veel lezingen over gehouden, een boek over geschreven, dat je echt in een soort hypnose wordt gehouden door angst. Ja. En dat andere mensen jou er ook in houden. En ik heb het in het begin gemerkt. Maar omdat mijn brein open staat voor zoveel, was ik daar niet vatbaar voor. Maar als jouw brein, en dat zie je dus bij veel dokters die heel analytisch wetenschappelijk geschoold zijn, die blijven daar. Dus ik heb gelukkig een heel goed ontwikkeld gevoel. Hè, waarop ik ook mijn keuzes heb gemaakt in mijn leven. Maar als je dat niet hebt, dan ga je dus uit dat hoofd. En als het hoofd één keer daarvoor kiest, dan krijg je oogkleppen op. En dan krijg je dus, kom je daar ook niet meer uit. En dat zie je nu nog steeds. Dus gelukkig ben ik daaruit kunnen komen. Hebben mijn kinderen mij ook gewoon het voorbeeld gegeven van pap, doe niet zo gek. Dus daardoor kregen we ook thuis weer een fijne gemeenschap. We hadden directe vrienden die hetzelfde erin zaten. Mijn dochter had een relatie met hun zoon. Wij zaten daar hetzelfde in. Dus wij waren met een groep van 13 waar we regelmatig eigenlijk feestjes mee hadden. En bij elkaar kwamen en met elkaar aten. En tijdens de avondklok gewoon over straat gingen naar elkaar toe. Dus ik was gewoon lekker burgerlijk ongehoorzaam. Omdat het niet goed voelde dat ik mij aan dit soort regels ging houden. Want die kloppen gewoon niet. Nee. En ik vind ook dat het een burgerrecht moet zijn, dat je gewoon... Kijk, we kunnen met z'n allen iets afspreken, maar als we met een hele grote groep voelen dat dit gewoon onrecht is, dan hebben we ook het recht als burger om te laten zien dat we het er niet mee eens zijn. Ja. En we hebben gezien met die demonstraties wat er dan gebeurt. Er wordt dan al vrij hard tegen ingegaan. Dat vond ik ook wel extreem om te zien. Ik was heel blij met Black Box. Ik heb met Flavio Pasquino, die heeft mij wel een aantal keer gevraagd om een interview mee te doen. En ik durfde dat aan de ene kant niet. Ik denk, dat gaat helemaal mijn kop eraf.
En op een gegeven moment was ik zo ver. Ja. Dus in het begin hield je het nog af? Ja. Sprak je je niet zo uit? Minder. Wel op Facebook, wel op LinkedIn. Mm-hmm. Ben ook 2 keer van LinkedIn afgeflikkerd. De dingen die ik zei, we hadden ook veel discussies met allemaal dezelfde die nu allemaal in die denktank desinformatie zitten. Mm. Wel apart. En op een gegeven moment was het zo dat Blackbox natuurlijk werd opgericht. Ja, ik vind dat stukje angst waar je het net over had, vind ik heel interessant. Want ik merkte aan het begin van coronatijd dat ik nul mediaconsumptie had. Dus alles wat ik hoorde erover kwam dan vanuit mijn omgeving, vanuit mijn directe omgeving. En ik ging er niet zo in mee. Mm. Ik geloof heel erg in de kracht van mijn lichaam. En ik had zoiets van, ik zie mensen met mondkapjes buiten, maar ik wil dat niet. Ik wil gewoon vrij kunnen ademen. En ik ben niet bang dat er ergens in een luchtdeeltje iets zit en dat mijn lichaam dat niet kan hebben. Mm-hmm. En als dat zo is, dan weet ik zeker dat mijn lichaam het wel kan hebben en zich sterker gaat maken. Dus er leefde geen angst in mij. Later, dan ben je een paar persconferenties verder. Op een gegeven moment komt er een lockdown. Ik zat ook in de zorg. Toen kreeg ik ineens een mailtje met, we hebben het advies gekregen van de RIVM dat vaccinatie nodig is. Dus alle cliënten moeten we adviseren om de prik te nemen. Ja. En dat vond ik heel erg. Ik wacht eens even en ik heb geen eet afgelegd, ik ben geen arts. Mm. Maar ik ben gewoon een weldenkend mens met gevoelkansies. Maar waarom zou ik als coach tegen iemand moeten zeggen of iemand moeten adviseren om een prik te nemen? Mm-hmm. Dat voelt helemaal niet goed. Ik wil er best over praten met mijn cliënten en kijken hoe ze erin staan. En dan samen naar een oplossing zoeken. Maar ik wil niet adviseren of een standpunt innemen. Dat is helemaal niet mijn taak. Dus daar begon het voor mij te schuren. En ben ik meer media gaan consumeren. Ja. Nog even goed om te weten. Dus voordat ik dat ging doen, meer media consumeren, was ik dus niet bang. Zat ik in trams en metro's zonder mondkapje. Ik zag mensen om me heen met een mondkapje. Maar ik werd nooit aangesproken. Ik werd nooit gecontroleerd. Ik heb nooit problemen gehad. Het moment dat ik media ging consumeren, persconferenties zag en die ideeën in mijn hoofd gingen leven, ging ik ook weer zonder mondkapje in de tram. Maar nu werd ik gecontroleerd. Nu werd ik aangesproken door mensen. En nu was mijn beleving ineens heel anders. Omdat de beelden in mijn hoofd, die kregen een leven. Nou, en dat is echt de kracht van media. Nou, en behalve dat het media is, ik denk ook waar jij je op focust, dat groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. En dat is denk ik ook. Dus als jij toch dan angst wat meer in je hebt, dan lijkt het net of dat, want we zijn met elkaar verbonden, dat is het gevoel. Toch in energie. Ik geloof heel erg in energie die we uitwisselen. Dan gebeuren dit soort dingen. En ook hoe mensen echt verblind zijn. Sorry, ik moet ineens lachen omdat ik denk aan een situatie. Ik was met een vriendin op vakantie en we zitten aan het water en zij was een sigaretje aan het roken. En op een gegeven moment komt er een oude vrouw langs en die begint in het Maltese, begint ze te praten en ze wijst naar haar mond en ze doet zo van je moet mondkapje op. En mijn vriendin zit echt zo van, je wil dat ik een mondkapje op doe, zie je mij niet roken? Hoe wil je dat ik dat doe? Maar zo verblind van, je moet iets doen. En ik heb niet eens door dat wat jij nu aan het doen bent, dus roken, dat niet kan met een mondkapje. Ja. Maar zo zitten onze hersenen dus in elkaar. Dus onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat wat we erin krijgen, en dat is het enge van wat jij ook zegt van media, dat wat er op zo'n kastje eigenlijk wordt afgespeeld, en zeker als je avond in, avond uit dezelfde mensen hoort praten, Ab Oosterhuis, Marion Koopmans, al dit soort mensen over angst en hel en verdoemenis. En ik moet ook eerlijk zeggen, kijk, ik zit dan in de zorg en ik heb ook op de huisartsenpost echt een aantal hele zieke mensen gezien. En die mensen hebben het ook niet gered. Weet je? Dus ik ben wel, ik heb die mensen ook gezien die het ook niet zouden redden.
En dat doet ook wel het met je. Dus je kan niet zeggen dat er niets aan de hand was. Want nee. Mensen gingen er ook aan dood. Alleen het gaat er wel over dat het zo krom was. Dat de McDonald's open bleven, ja. De sportscholen gingen dicht. De mensen die overleden zijn, zijn recent afgelopen week ook weer een artikel in van welke mensen lagen op de IC. Dat waren mensen met overgewicht met name. Dus mensen die ongezond ongezond metabolsyndroom, vaak ja. Suikerziekte, ernstig overgewicht hebben. Waarbij het lijf te lijden heeft onder je leefgewoonte. Ja. Dus wat maakt dat je kwetsbaar bent voor een ziekte? Dat is ook heel je gedrag. En je levensstijl. Je levensstijl. En daar is niets of nauwelijks aandacht aan besteed. Nee. En het was alleen maar niks over tijdens een persconferentie. Focus op de vaccinaties, ja. Over afstand, alles angst. En wat weten we uit de geneeskunde? Wat het grootste boosdoener is om je immuniteit eigenlijk te verminderen, is stress. Dus stress is de grootste eigenlijk doodsoorzaak nummer 1, omdat het leidt eerder leidt tot kanker, het leidt eerder tot hart- en vaatziekten, het leidt tot onderdrukking van je immuunsysteem. Dus het betekent, wat hoor je als overheid, zeker als minister van Volksgezondheid te doen, is te zorgen dat de bevolking ontstrest, ja. Meer buiten gaat doen, gaat bewegen, gezonder gaat eten. We wisten van vitamine D dat het veel meer dat het goed was. Dus al dat soort zaken hadden ze allemaal kunnen doen. Dat is een minister van Volksgezondheid. Maar dit zijn allemaal zaken die juist niet mogelijk waren. Nee. Je mocht niet naar buiten. Nee. Je mocht geen mensen over de vloer hebben. Dus nee. Geen sociale contacten. Knuffelen, oxytocine. Dat is een basisbehoefte. Ja. Als je dan naar buiten wilde eten, dan kon je naar een Mac of een Burger King of wat dan ja. Ook. Want de meeste dingen waren gewoon dicht. Ja. De sportscholen, beweging, dicht. Ja. Dus eigenlijk alles wat nodig is om gezond te blijven, ja. Voedsel. Voedsel. En, en dat we daar niet over nadenken, dat ja. Andere mensen daar niet bij stilstaan. En het gekke is van ons als mensen, is dat we heel snel vergeten. Heel snel. Want ik vind het ook nu zelfs lastig om het terug te halen van hoe voelde ik me nou precies? Waar liep ik tegenaan? Ik was best wel fanatiek ook op Facebook. Ook nog wel overtuigen. Wat ik heel erg vond is te merken dat we tegen elkaar op werden gezet. Een Hugo de Jonge die eerst zijn mond vol had. Nee, we gaan geen tweedeling maken. We gaan niet mensen die zich niet willen laten vaccineren wegzetten. Nee, ieder heeft zijn eigen keuze. Dat was allemaal heel lief. En langzamerhand werd het steeds meer. Ja. En krijgen we de 2G en eventueel de 3G. En daardoor gingen andere mensen ook wijzen naar andere mensen die gewoon voor zichzelf kozen en niet die vaccinatie wilden. Dus een minister van Volksgezondheid is er voor alle Nederlanders. Ook voor degenen die een andere mening op nahouden. Mm-hmm. En je hoort de boel bij elkaar te houden. En op het moment dat een Hugo de Jonge eigenlijk opriep om de andere mensen maar weg te zetten als mensen die bedreigend waren voor andere mensen, ja. Omdat ze zich niet lieten vaccineren. Ja. Met de wetenschap. Dan zet je mensen tegen elkaar op. Met de wetenschap dat Pfizer dat niet heeft onderzocht. Dus het betekent dat er was helemaal geen wetenschap dat je moest laten vaccineren voor een ander. Ik ben daar boos over. Ik heb 1 vaccin gehad. Ja? Ja, want ik heb gedacht in mijn praktijk. Ik was dit van 6 of 7 februari, waren wij als huisarts aan de beurt. Dat was heel vroeg. Een van de eerste. Voor wie doe ik het? Ik doe het voor mijn patiënten. Mm. Ik doe het niet voor mezelf. Ik geloof wel in mijn eigen gezondheid en dat ik het kan. Ik ben naar Utrecht toegereden waar je dan die vaccinatie moest halen. Ik heb gevoeld, ik heb mijn eed gezworen, ik doe het voor mijn patiënten. Hmm. Dat was mijn overtuiging. Nou, dan laat je die prik zetten. En ik had er daarna eigenlijk gelijk spijt van. Ah. Dus mijn onderbuik direct, shit,
was niet de goede keuze. Maar waarom had jij direct erna spijt? Ik weet het niet. Het was een instant gevoel in mijn onderbuik dat het niet klopte. Ja. Ja, ik heb een heel gevoelige onderbuik en die spreekt eigenlijk altijd de waarheid. ken je Human Design? Ja. Ja. Maar je mag het wel even uit, want ik wil er niet vanuit gaan dat iedereen dat weet. Nee, dus. Human Design is een manier waarbij eigenlijk astrologie, persoonlijkheidsleer, heel veel dingen samen zijn gekomen in een manier waarop wij als mensen worden geduid uit verschillende soorten personen. Ja. Waardoor je iemand hebt, een manifestor generator, die dus eigenlijk vaak meer de leiding geeft. Een generator, dat is meer echte werker die echt gewoon zich kan focussen op één ding. Je hebt een projector die eigenlijk meer het overzicht houdt van anderen. Een reflector die eigenlijk alles reflecteert van anderen. Het is een heel ingewikkeld ding. Je vult je geboortedatum in. Geboortetijd en plaats. En dan komt er iets uit. Nou, ik kreeg hem voor mijn verjaardag van Daan. Ik ben een projector. En ik heb een mild autoriteit. En een mild autoriteit is eigenlijk dat er bij mij, en een aantal mensen die dat hebben, die hebben gewoon instant kunnen ze eigenlijk voelen dat ze een beslissing nemen. En die is altijd goed. Hmm. Dus die werkt bij mij heel snel. Dus in eerste instantie had jij een beslissing genomen om je wel te laten prikken. En dat was dan vooral voor anderen. Ja. Dus dat was niet voor jezelf. En je voelde eigenlijk daarna al meteen van oké, dit is fout. Dit klopt niet. En later kreeg ik natuurlijk ook de bevestiging dat het klopte. Dat dit gewoon niet bedoeld was om voor de ander dit te doen. Wat is de bevestiging die je hebt gekregen? Wat is de wetenschap waar jij nu mee leeft? De wetenschap is dat dat je een ander niet beschermt om COVID te krijgen als jij geprikt bent. Dus waarvoor we toen, dat je de restaurants en de cafés in mocht, dat mocht alleen maar als je gevaccineerd was. En de anderen mochten niet naar binnen, want die beschermden de ander niet. Nou, dat blijkt één grote bullshit te zijn. Nou, dat zijn van die voorwenselen die we allemaal hebben moeten slikken. En waarbij mensen die kozen voor hun eigen bescherming van hun lijf, wat ook in de grondwet staat. Ja. Integriteit van je eigen lichaam. Ja. Die kozen ervoor op basis van grondwet. Die werd aangevallen door een minister van Volksgezondheid en een Tweede Kamer die daarmee instemde. Gestoeld op onzin. En daarmee heb je mensen weggezet. Ik heb nog op mijn Facebook post recent kwam ik die tegen. Ongevaccineerde niet welkom. Dat stond op een raam bij een café. Ja. En ik heb daar een bord bij gezet uit Zuid-Afrika, toen van de apartheid. Voor zwarte mogen hier niet zwemmen. Dat riep direct associaties met me op. En of het nou gaat over een geloofsovertuiging, want we hebben het hier over geloof in feite, want we hadden nog te weinig wetenschap. Ja. Dus het kon niet bewezen worden. Je moet dus eigenlijk, je kan zeggen, nou, we hadden een geloofsovertuiging. Je had mensen die geloofden in de vaccinatie en je hebt mensen die geloven niet in de vaccinatie. En allebei hebben ze angst. Allebei hebben ze doodsangst. Eén, omdat ze anders denken dat ze doodgaan of ziek worden als ze de vaccinatie niet nemen. En de andere als ze hem wel nemen. Maar we hebben een gemeenschappelijke noemer en dat is doodsangst, omdat we eigenlijk bang zijn om dood te gaan. En in plaats van dat die gemeenschappelijke noemer eigenlijk was gebruikt door de minister van Volksgezondheid. Zeggen, nou ja, jongens, we zitten in Nederland. We hebben met mensen te maken die allemaal bang zijn om dood te gaan. En ieder gaat het op zijn eigen manier. Wij adviseren om het wel te doen, want wij geloven dat dat wel zo is. Maar als je toch anders gelooft, be our guest. Hè? Dan was het zuiver geweest. Wat er nu is gebeurd, is dat mensen tegen elkaar op zijn gezet. Dat er families uit elkaar zijn gedreven. Dat er relaties kapot zijn gegaan. Dat een maatschappij nu hebben over de hele wereld die echt zo uit elkaar ligt. Dat het maar de vraag is om te kijken of dat goed komt. En op mijn beurt denk ik, omdat ik geloof dat we allemaal verbonden zijn, dat het gaat over ieder in zijn eigen waarde laten. Ja. Dus ik ben er niet, ook als dokter, ook al vind ik het vaccin misschien nu niets,
Ik ga argumenten aangeven waarom je dat wel of niet moet doen. En jij mag zelf bepalen waarop jij eigenlijk de keuzes maakt. En als jij toch voor die prik kiest, dan is jouw keuze, vind ik helemaal oké. Daar kan ik achter staan, want het is jouw keuze. Ja. En jij hebt je recht om daarvoor te kiezen. En zo zou het moeten zijn. Ik ben er wel vrienden door kwijtgeraakt. Harry Saxioni, die vlakbij mij woonde vroeger, waar ik een hele dierbare band mee had, die echt op een ander ding zat. En het mij zeer kwalijk nam dat ik op een gegeven moment ook de 1940 erbij haalde, omdat het op die manier eigenlijk ook ging. En dat was een aanloop richting de Kristallnacht. En aan de andere kant, ik had ook andere Joodse vrienden die exact zeiden wat ik zei. Ja, dit doet ons zeer denken aan hoe het toen gegaan is. En het ging mij niet om mensen te kwetsen. Dat is nooit mijn intentie, want ik doe eigenlijk alles uit liefde. Het ging mij om mensen ook wakker te maken dat wat het betekent voor andere mensen om mensen uit te sluiten. Ja. En dat heb ik altijd gehad, dat ik ook altijd voor zwakkeren opkom. Of de kleinere groep of wat dan ook. Ik heb dat op de lagere school al gehad. Als er iemand gepest werd, dan ging ik naast diegene staan. Dat voelt bij mij niet eerlijk. En dat maakt het mij dan ook niet uit dat het mijn kop kost. Nee. Nou, dat heb ik ook gemerkt, ook in die hele COVID-tijd, dat ik ben gaan staan, me uit heb gesproken en gedacht van jongens, en ook al gaat mijn kop eraf, dan is dat zo. Want ik kan mezelf in de spiegel aankijken. En dat is voor mij een diep, een beetje spiritueel weten, dat ik denk, ja, daar gaat het ook over. Het gaat niet over dat je uit angst dingen niet doet. Nee, precies. Of laat. Maar ik denk dat het heel belangrijk is wat je net zelf al zei, dat je altijd dingen van meerdere kanten probeert te belichten. Ja. Dus de voor's en de tegens. Waarom wel, waarom niet? De voor- en nadelen. Ja. Wat is daar jouw wetenschap in? Voordelen, nadelen. Waarom wel, waarom niet? Hoe ik er naar kijk op dit moment, hè, want dat zijn nu de huidige inzichten, is dat als je een behandeling krijgt, welke behandeling we ook geven als artsen, dat die behandeling meerwaarde moet hebben voor jou. Dus waarvoor zou je anders een behandeling nemen? Ja. Dan kijken we altijd naar twee dingen. Eén, hoeveel mensen moet je behandelen om één iemand te redden? Of in dit geval een opname te voorkomen. En aan de andere kant, hoeveel mensen krijgen een bijwerking van dat medicijn? Nou, op dit moment is het zo dat uit de cijfers, in Nederland houden we de cijfers heel slecht bij, helaas. Dus we moeten het hebben van andere landen. Engeland is een land wat alles heel goed bijhoudt. Dus we kunnen op die Engelse cijfers bepalen, we hebben ook 60 miljoen mensen, dus we hebben nog meer cijfers, dat daaruit komt dat mensen van 70 jaar, wat eigenlijk wel een mooie leeftijd is om te zeggen, nou, daarmee moet je gevaccineerd, want je weerstand is dan wat minder, maar je kan nog steeds je immuunsysteem aanzetten als je gevaccineerd wordt. Nou, mensen van 70 jaar moeten 2500 mensen moeten een prik krijgen om één iemand van 70 jaar te voorkomen om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dat is best wel veel. Ja, redelijk wat mensen moeten geprikt worden. Ja, ben je jouw leeftijd, dan moeten er denk ik iets van 250 mensen geprikt worden, 250.000 mensen geprikt worden om één opname te voorkomen. Dus dan worden die getallen vele malen groter. Ja. En daarnaast ga je dan kijken, is een medicijn veilig? En wij hebben hier het LAREP. En het LAREP houdt bijwerkingen bij, maar dat is een beetje subjectief. Want wanneer gaan mensen zich melden? Wanneer weten ze dat het een bijwerking van een vaccin is? Uit het onderzoek van Pfizer zelf, die data, die is opnieuw geanalyseerd door echt zeer vooraanstaande wetenschappers. Uit Amerika, uit Engeland, over de hele wereld. Die hebben daar die data nog een keer geanalyseerd. Daar komt uit dat 1 op de 800 mensen een ernstige bijwerking hebben waarvoor ze worden opgenomen. Dus het betekent van die 2500 mensen die je laat vaccineren,
er 3 mensen al eigenlijk opgenomen moeten worden met een bijwerking. Dus als ik deze cijfers hoor... En dat zijn mensen die zich hebben gemeld. En dat zijn mensen die zich hebben gemeld. Ja. Dus dat... Er zijn misschien heel veel mensen die zich niet melden. Nee, nou, dit was uit de dataset van Pfizer zelf. Dus die hebben ze ook bijgehouden. Dus we weten dat gewoon uit hun eigen data. Ja. Dus niet eens vanuit Engeland. Dus dat is gewoon echt die dataset die in Amerika is vrijgegeven. Al die pagina's waar de rechter heeft gezegd... nee, die data moet nu vrijkomen, niet pas over 75 jaar. Mm-hmm. En dat maakt dat ik als dokter ga kijken... nou, we weten dat als je dit medicijn neemt... dat er 3 opnames zijn door het medicijn... en we voorkomen er 1. Dus kies maar of je je wil laten vaccineren of niet... Zo zou ik het dan zeggen, omdat ik vind dat je een eigen keuze moet maken. Als iemand toch gewoon het geloof heeft dat het vaccin beter is voor die persoon, dan laat ik ook iemand gewoon vrij om die keuze te maken. Want zo moet het ook zijn. Ja, tuurlijk. Aan de andere kant, wat zou ik zelf doen? Ik zou op basis van deze cijfers, dan is de kans eigenlijk 3 keer zo groot om eigenlijk een opname te hebben als je laat vaccineren, dan als je niet laat vaccineren. Nou ja, dan weet ik het wel. Weet je, dat is mijn, hoe ik er naar kijk, ja. Persoonlijk. En ik denk dat als je het op deze manier gewoon zegt, dan kunnen mensen makkelijker die afweging maken. En het enige wat ik vind op dit moment is dat de overheid net doet alsof de coronavaccins hetzelfde zijn als een griepvaccin. Alleen een griepvaccin, dat kennen we al 50 jaar... En is ontwikkeld, getest. We weten alle bijwerkingenprofielen. Ja, dus dat is safe. Ook daar zien we bijwerkingen. Hè? Alleen die zijn gering. Hier weten we toch niet. We zijn vergeten dat die vaccins zijn ingevoerd voor emergency use. En dat kwam omdat COVID op de A-lijst stond als virus. COVID is eraf. Er is geen emergency meer. Dus het betekent dat in feite het vaccin, dat nieuwe vaccin, weer teruggaat waar het hoorde. En dat is een experimenteel vaccin, wat nog gewoon een looptijd nodig heeft om echt definitief goedgekeurd te worden, ook op de lange termijn effect van 10 jaar. En dat is er nog niet. Dus we hebben ervoor gekozen om het vroegtijdig in te voeren in een emergency. Die emergency is er niet meer. Dus moet het ook weer gewoon normaal behandeld worden als ieder nieuw medicijn wat op de markt komt. En dat wordt het niet. Het wordt nu zelfs eigenlijk gelijkgesteld met een medicijn wat we al 50 jaar gebruiken. Precies. En dat vind ik, dat is kennis en kunde, wetenschappelijk, waar je een afweging moet maken. En dit horen wij als dokters gewoon mensen te vertellen. Ja, er moet gewoon nog veel meer onderzoek gedaan worden. Het moet nog veel meer doorontwikkeld worden. Ja, dat bij ieder medicijn zo, daar gaat een lange tijd overheen. En dat geldt hierbij ook. En dat kan veelbelovend zijn, maar dat gaan we pas zien over een jaartje of 10, 15. Ja, en dan pas weet je zeker of het echt veilig is. En als in die tussentijd blijkt dat het gewoon helemaal niet veilig is, waar we toch een aantal aanwijzingen voor hebben, dan moeten we dat niet doen. Ja, dan komen we eigenlijk bij ons brein uit, van hoe werkt ons brein. We weten dat ons 100% brein bestaat uit 5% bewustzijn en 95% onbewustzijn. Ja. In die 5% zit de wetenschap. Want dat is wat we weten. Dat is, daar op basis kunnen wij dingen berekenen, kunnen we onderzoek doen. Dus alle geneeskunde, de westerse geneeskunde, is gebaseerd op 5% van onze hersenpan. Dat is niks. Dat is in verhouding weinig. Ja. Die andere 95% waar we niets over kunnen zeggen op wetenschappelijke grond, dat is aanname. Je kan een aanname doen dat hij er niets toe doet. De andere aanname is dat hij er heel veel toe doet. En daar vindt dan vaak de discussie in de westerse geneeskunde plaats. Dus als je het niet evidence-based kan bewijzen, is het ook niet zo. Maar dat is natuurlijk iets raars, dat je zegt van alleen als het bewezen is, is het niet zo. En evidence-based medicine, ik zeg ja, niets is veranderlijker dan evidence-based medicine. Want evidence-based medicine is ook veranderlijk. Ik weet dat ik toen ik klaar was met die huisartsopleiding,
tot nu toe is er ongeveer 4 keer... is de bloeddruk, de methode hoe je die bloeddruk moet meten, veranderd. En daarop ook de manier hoe je met medicijnen om moet gaan. Ja. En alles was bewezen. Dus ook daar is voortschrijdend inzicht. Dus voortschrijdend inzicht is in geneeskunde, in heelkunde, hoort daar gewoon bij. En dat betekent ook dat, daarom zeg ik ook, ik ben van voortschrijdend inzicht. En dus betekent het ook dat mijn mening die ik nu zeg, wellicht in de toekomst veranderd kan zijn, als ik inzichten krijg die mijn mening nu eigenlijk doen inzien, dat wat ik nu zeg, eigenlijk niet meer klopt. Ja. En ik denk dat we door op die manier met elkaar om te gaan en elkaar bevragen, ervaringen delen, groeien we met z'n allen. En dat is voor mij de essentie ook van leven. Ieder mens heeft zijn eigen zielenpad. En jij gaat door het leven door je ziel die binnen in je zit, naar je genotype van je genen, je fenotype, je omgeving. En daarnaast weten we dat we ook spiritueel dingen kunnen overerven. Epigenetica. Ja. Dus, en daar mag je wel even uitleggen trouwens, epigenetics, ja, epigenetica. Nou, epigenetica, zoals ik er naar kijk, is dat als er iets gebeurt in een leven, een trauma. En wat heel veel mensen denken, ja, maar ik heb geen trauma, want dan denken ze alleen maar aan hele grote dingen. Zware ongelukken, het kan misbruik zijn, het kan van allerlei vreselijke dingen zijn. Maar ook kleine dingen kunnen al tot een trauma leiden. En eigenlijk is dat een moment in jouw tijdlijn van je leven waarop er iets gebeurt, waarop je lichaam een freeze ervaart. Ja. En als er een freeze ervaren wordt, dan komt er energie bij vrij, in de vorm van emotie. En als je een beetje naar de kwantumfysica kijkt, dan betekent dat alles is energie. En als alles energie is, betekent het ook dat een emotie energie is. En die energie die wordt dan vastgehouden eigenlijk ook in je celkern. En als die vast wordt gehouden, dan betekent het dat die emotie en die ervaring dan ook overerfbaar is. Ja, dat zit in je DNA. En dat zit in je DNA. Ja. En dat noemen we dan epigenetica. Heb je een mannetje en een vrouwtje die samen een kindje maken, dan komt het zaadcelletje en het eicelletje met dat DNA bij elkaar. Ja. En dan kan het zo zijn dat er iets ook van die emotie wordt overgeërfd op je kindje. En dan kan dat kind eigenlijk een prachtig leven hebben, maar toch beïnvloed zijn door iets wat in het verleden gebeurd Precies. is bij de ouders. Dus als ik met een trauma leef van, ik zeg maar wat, seksueel misbruik, en ik krijg een dochter of een zoon, dan is er groot kans dat die traumatische ervaring, die freeze eigenlijk, die informatie zit in DNA van mijn dochter of mijn zoon. En die zal dus datzelfde gevoel hebben of een traumatische ervaring, dus de effecten ervan voelen. Ja. Dus ieder mens heeft zijn zielspad. Dus het betekent ook we hadden het even over de epigenetica, dat je dingen kan overerven en dat ook op je zielenpad kan terechtkomen. Dus het betekent, je hebt je tijdlijn. In je tijdlijn leef je door het leven. Komen de dingen gewoon op je pad. Maar het kan ook ergens een trauma zijn. En dat trauma zorgt ervoor dat je een bepaalde overtuiging kan krijgen. En dat doet in feite je onderbewuste. Want in je onderbewuste, waar jij gewoon niet bewust van bent, kan er zijn dat jouw systeem wil eigenlijk voorkomen dat jij opnieuw geconfronteerd wordt met iets wat emotioneel geladen is voor jou. En dan kan er een overtuiging zijn, als ik mij zo gedraag, dan ben ik veilig. Want vaak gaat het over veiligheid. Waar je ergens onveilig hebt gevoeld, dan gaat jouw hoofd, je onderbewuste, gaat een systeem bedenken zodat je daar niet meer terechtkomt. Maar dat kan natuurlijk invloed hebben op allerlei gebeurtenissen die mogelijk in jouw onderbewuste gezien worden als een gevaar. Nou, hebben we ook nog een mooi alarmsysteem, de amygdala. En de amygdala herkent signalen vanuit wat er ooit is gebeurd. En dat kunnen geuren zijn, geluiden zijn, beelden zijn. Er hoeft maar iets van een herkenning te zijn. En dan gaat het alarmsysteem aan,
geeft gelijk naar je reptiele brein door van, hé, alarm. En daar gaat je lichaam op reageren. Ja. En dat wil je niet. Dus ga je daar weer omheen. En dus betekent dat jouw leven beïnvloed wordt, niet alleen maar door jouw bewustzijn, maar met name door dat onderbewustzijn waar je geen enkele weet van hebt, die 95%. En dat zorgt er ook voor dat jij keuzes gaat maken die misschien niet helemaal authentiek zijn met jezelf, maar op basis met jouw authenticiteit, inclusief wat er gebeurd is. En die is interessant. Van wie zou ik zijn als ik bijvoorbeeld vroeger niet bepaalde trauma's zou hebben gehad? Ja, of welke mijn vader of welke, moeder. Welke of keuzes ogen. Zou ja. ik dan gemaakt hebben? Mm. Nou, die vind ik super interessant. En ik merk ook dat, dat ik heb heel veel last gehad van deze beperkende overtuigingen. En dat maakt wel dat ik me ook bewust ben geworden dat ook binnen die hele geneeskunde, waar we het alleen maar over die 5% hebben, dat ik als huisarts naar heel veel klachten heb gekeken die ik niet kon verklaren, waarvan ik uitsloot dat er iets ernstigs aan de hand is, maar mensen hebben wel klachten. Ja. Mensen worden wel ziek. Nou, wij noemen dat binnen de huisartsgeneeskunde vaak SOLK, somatische onverklaarbare lichamelijke klachten. Daar hebben we een etiketje op geplakt, zoals we heel vaak etiketjes op plakken. Maar je doet er geen ene donder mee, behalve dat je dan eigenlijk zegt, ja, iemand die somatiseert. Hij heeft lichamelijke klachten, maar ja, het zal wel tussen de oren zitten. Ik ben echt gewoon van mening dat iedere klacht, we hadden het al even in het begin van het gesprek over, dat ons lichaam onszelf spiegelt. Ja. Dus of het nou migraine is. Je lichaam is, communiceert iets met je. Ja, en die laat je dingen zien. En betekent dat als je daarvan uitgaat dat de theorie die we nog niet hebben kunnen bewijzen in evidence-based, maar daar komen we steeds meer naartoe, dat het heel goed zou kunnen zijn dat ons lichaam in feite ons alles vertelt over onze epigenetica, maar ook over trauma's die hebben plaatsgevonden. En als je nou ziektes krijgt doordat je in feite niet meer doorstroomt omdat een trauma een blokkade geeft, en dan kom ik weer op de Ayurvedische geneeswijze waarbij we met de chakra-leer natuurlijk echt hebben het al van, nou, je hebt energievelden in verschillende stukken van je lijf. En waar een trauma plaatsvindt, resoneert dan ook weer met een chakraveld. Binnen de Chinese geneeswijze is er dan zo dat je dan te maken hebt met meridianen. Ja. En dat zijn de banen die dan weer tussen die chakras eigenlijk lopen. Als daar dus een verstopping plaatsvindt, dan kan dat aanleiding geven tot ziekte. Daar gaat de Ayurvedische geneeswijze vanuit en de Chinese eigenlijk ook. En als je dat nou eruit kan halen. Ik ben 2 weken geleden bij Vilna van Betten geweest. Zij heeft het dan altijd over het rietje waar een prop in zit. Als je het propje uit het rietje krijgt, dan stroomt het weer door. Ja. En dan weer van dat probleem af. Of kan dat probleem eigenlijk weer genezen worden? Dus het betekent dat het helende vermogen van ons lijf, natuurlijk met bepaalde voorwaarden, dat je gezond eet, gezond drinkt, dat je beweegt, zodat jouw lichaam wel in staat is om alle processen goed te laten verlopen. Dus er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden voor. Dat je daarmee ook ziekten kan omkeren. Ja. En die gedachte vind ik heel erg interessant. En ik voel ook dat daar ook een beetje mijn pad ligt, een beetje mijn zielenpad, dat ik nu langzamerhand na al die jaren, hè, die 30 jaar dat ik nu arts ben, nu leidt naar deze weg en dat ik die kennis en kunde met elkaar wil verbinden. Want het is niet zo dat mijn kennis nu in één keer weg moet over de westerse geneeskunde. En ik hou nog steeds van opereren en ik vind het nog steeds leuk om allerlei westerse geneeskundige dingen te doen. Maar dat die 95% die we nu eigenlijk nog niet hebben ontgonnen, dat we daar meer oog voor hebben en dat we dan meer op een practical-based manier gaan kijken van wat doet dat met ziektes. En als je daar nou mee omgaat en je kan een bepaald trauma uit het verleden die cellulair in jouw cellen eigenlijk opgeslagen is, in je DNA, omzetten, resetten. Nou, en dat vind ik een hele interessante en daar wil ik graag gewoon meer aandacht aan besteden. Ja.
Dan komt er eigenlijk, dan, want jij zit nu in de westerse geneeskunde. Ja. Dus dan kijk je heel erg naar wat is jouw probleem. En daar geef ik je een oplossing voor. Dus je bent eigenlijk symptomen aan het bestrijden. Maar als je gaat kijken naar Oosterse geneeskunde, dan geloof je dat het lichaam een zelfregulerend helingssysteem heeft. Het kan zichzelf helen. Denk maar aan de snee, die ja, geneest. Precies. Maar je moet jezelf wel in staat stellen om het te doen. Je moet je lichaam wel in staat stellen om het te doen. Dus inderdaad door goed te eten, bewegen, maar ook gewoon door te ontspannen. Want als je lichaam in stress is, dan kan het niet helen. En die is ook heel duidelijk ook verklaarbaar medisch gezien. Hè? Want we hebben de sympathicus, autonome zenuwstelsel, die eigenlijk cortisol vrijmaakt en adrenaline. Ja, cortisol, een parasympathicus. Wat de oxytocine hormoon heeft, de dopamine en de serotonine. Serotonine heb je nodig voor slapen en rust. Oxytocine knuffelhormoon, vandaar dat dat ook vrijkomt. Heel goed dat je dat zoveel doet. En de dopamine is het gelukshormoon. Dus, en we weten ook wanneer we echt op vakantie zijn, we rusten uit, meditatie geeft dat, ademhalingscoaching geeft eigenlijk dat, hè, de oefeningen. Geven eigenlijk ook weer al dit soort hormonen vrij. Dus dan komen we echt in een lagere ademhaling, lagere hartslag. Ja. Dan komen deze hormonen ook vrij. Je ziet dan ook de cortisolspiegels in je dalen. Dus dat is ook wie we daadwerkelijk zijn vanuit de natuur. Juist. Maar dan ga je hele andere dingen voorschrijven als arts. Ja. In plaats van een paracetamol, want ik grap altijd en het is niet om jouw werk te denigreren. Maar ik ben natuurlijk in het verleden ook wel vaker naar een huisarts geweest en dan geef ik aan wat mijn klachten zijn. Dan zegt ze, ja, neem paracetamol. Ja. Altijd maar die paracetamol. Ja. Maar als je hem anders gaat benaderen, nu, dus vanuit Oosterse geneeskunde, dan ga jij waarschijnlijk cliënten meer adviseren om te gaan bewegen, om goed te eten, te mediteren. Ademhalingsoefeningen te doen. Ja. Precies dat. Allemaal lekker de natuur in. Ja. Ik ben ook wel bezig met plantmedicijn. Dus ook daar vind ik dat er steeds meer naar gekeken mag worden. Wat halen we uit de natuur? Ik geloof ook wel dat dat meer zal gebeuren. Ja, ja. Dus ook de truffel, psilocybine, wordt nu eigenlijk eens een groot onderzoek geweest. Waarbij psilocybine bij ernstige depressies is voorgeschreven. En dan zijn mensen echt een half jaar, hebben ze geen depressies meer. Dus we zien echt dat het wat doet. Going back to nature. En ik denk dat we daar zijn we echt vandaan. Ja. En we hoeven niet terug, maar we kunnen houden wat we hebben aan de westerse geneeskunde. En dat betekent het opereren, een acute geneeskunde. Daar geloof ik heilig in. Dat is het beste. Ja. Nou ja, ja, als je niet anders kan. Ja. Ja. Maar de chronische geneeskunde, ja, met de theorie zoals we die net bespraken, betekent het ook dat eigenlijk bijna iedere ziekte, of het nou kanker is of MS bijvoorbeeld, wat ik ook recent nog weer heb gezien, dat en dat zou idealiter zijn natuurlijk, dat omkeerbaar is. Ja. Ja. Dan hebben we het hier dus weer over het samenbrengen van twee kanten. Dus Oosterse geneeskunde en Westen, altijd die verbinding. Ja. Want de oorzaak is belangrijk, maar het bestrijden van gevolgen is ook belangrijk. Het is goed om kennis te hebben van beide kanten. Ja. Want iedere situatie is anders. En als je kennis hebt van het hele spectrum, weet je ook veel beter wat je wanneer moet inzetten. Ja. En ik voel bij mezelf, ik ben een projector. Dat is iemand die overzicht heeft. En ik voel altijd waar mensen uithangen en wat voor het grotere geheel belangrijk is. Ik ben wat minder van de details. Dus daar kan je me ook wel betrappen dat ik daar nog wel eens wat balletjes laat vallen. Maar mijn visie over het grote geheel en om weer te verbinden, ja, daar kan ik wel echt op varen. En dat vind ik ook superleuk. En ik vind het ook mooi om dat op de bühne te brengen. Ik zie voor mezelf daar ook wel een rol in neergelegd. Dat ik dat meer ga doen. Maar in je huidige, zeg maar, huisartsenpraktijk, of ga je dat helemaal anders doen? Nou, ik denk dat op den duur ik dat anders ga doen. Ik denk dat ik zou graag een soort healingcentrum willen hebben waarbij we dit kunnen integreren. Ja. Dat met een heel aantal mensen van verschillende
disciplines kijken van hoe kunnen we iemand helpen om die beperkende overtuigingen of die kernovertuigingen gewoon naar voren te laten halen en datgene wat je in je cellen hebt opgeslagen weer te kunnen bevrijden, zodat je echt ook mogelijkheden hebt om te helen. En dat is echt een uitdaging. En dat ook te integreren met die westerse geneeskunde zonder dat je gelijk wordt afgekapt en gezegd wordt, ja, dit is een stelletje kwakzalvers of wat dan ook. Want alleen evidence-based is leidend. En dat zien we nu steeds meer gebeuren, dat er heel veel meer mensen hiervoor openstaan. Ook heel veel artsen die hiervoor openstaan. Ja, precies. Dus ik ben niet de enige, maar ik ben misschien door vaak wat meer media optredens ben je wat misschien ietsje bekender geworden. En ben je wat meer de spreekbuis geworden. En dat vind ik prima. Dat is denk ik ook een rol die bij me past. Ik zie wel heel veel verandering. Ik zie echt dat, kijk, als je dit 10 jaar geleden had gezegd, had echt niet gekund. Nee, maar ik denk ook wel dat dat de tijd is. En ik geloof ook wel dat coronatijd daar echt wel nog een push in heeft gegeven. Heel dat erg. Mensen gewoon iets meer teruggegaan naar hun eigen kennis. Van, oh, maar wat vind ik en voel ik? En ja, ik heb het idee dat we echt in een soort van shift zitten van bewustzijn. Ja, dus die 5% die wordt steeds groter. Dus we krijgen meer zicht. Het is net alsof er wat mist eigenlijk komt. Hè? Eerst was het gewoon, ik zag het niet, maar er is net dat die mist wat aan het optrekken is. Ja. Dat je dan zegt, hé, maar er is meer. Ja. En omdat je weet dat er meer is, ben je nieuwsgierig wat er nog meer achter ligt. Ja. In plaats van, nee, er is niks. En die voelt ook echt zo. En dat is weer het onderbuikgevoel. En binnen de huisartsgeneeskunde is het heel normaal om op je pluis, niet pluis te varen. En dat noemen we onderbuik. Dus dat is eigenlijk ook gewoon hetzelfde gevoel. Ja, intuïtie. Intuïtie. En daar maken we gebruik van. En dat, wij zijn gewoon dieren. Dus, en dieren varen op hun intuïtie. Alleen wij hebben zo, zijn we gewend geraakt dat we moeten vertrouwen op onze ratio. Ja. Dat hele stuk zijn we kwijt. En voor mij zijn er 3 kompassen. En dat is je hoofd en je hart en je onderbuik. En met name, je hoofd kan iets zeggen over het verleden. En die kan het verleden kan die ongeveer terugbrengen tot nu. Verder niet. Nee. Wat doet het hoofd? Die wil je eigenlijk waarschuwen voor de toekomst die zelf niet kan overzien. Want dat heet angst. Ja. En dan vind ik nog dat je hoofd best onbetrouwbaar is in inzicht geven op je verleden. Hoeveel herinneringen wel niet anders zijn in je hoofd dan dat ze werkelijk hebben plaatsgevonden. Ja. Ja. Dus ook niet een hele betrouwbare informatie. Helemaal niet. Betrouwbare informatiebron, nee. Nee, helemaal niet. Ik heb, helaas ook, ik ben ook daar zo ingestonken met een methode die werd gehanteerd, waarbij ik ervan overtuigd was dat wat ik las echt voor mij bedoeld was. Hmm. En dat was wel grappig, want toen een ander dat las, die had exact hetzelfde. Dus die kon het precies op zichzelf interpreteren. Dus wij willen ook graag zien en horen wat voor ons bedoeld is. Dus wij maken een selectie uit iets op een situatie of wat dan ook die op ons van toepassing is. Maar een ander doet het ook. Als jij iets ziet, dan ga jij het allemaal op jou betrekken. Ja, ik doe het op mij. En we kunnen allebei ook zeggen, ja, maar dat is de situatie die ik heb meegemaakt. Klopt. En terwijl het blijkt dat het gewoon neutraal is. Ja. En dan betekent het, maar en je dat geeft er zelf invulling en betekenis aan. Ja. Ik had laatst op social media zag ik een heel mooi onderzoek. En dat ging dan over vrouwen waarbij ze op hun gezicht een litteken hadden gesminkt. En die stuurden ze dan naar een sollicitatiegesprek. En ze wilden dus eigenlijk gaan onderzoeken van, als je een verminking hebt in je gezicht, wat doet dat met je zekerheid voor onzekerheid? En hoe stap je dan een gesprek in? Dus die vrouwen hadden allemaal op hun gezicht een litteken gesminkt gekregen. Voordat ze naar hun sollicitatie gingen, zei de make-up artist en initiatiefnemer van, weet je wat? We're gonna give it
a little touch-up. We gaan hem nog even iets aanzetten, jouw litteken. Ja. Voordat je naar binnen gaat. Dus, maar in plaats van het aanzetten, het duidelijker maken van het litteken, hebben ze het litteken weggehaald. Maar de dames in kwestie, die weten dit niet. Nee. Die denken, mijn litteken is aangezet. Ik ga nu een sollicitatiegesprek in met een litteken in mijn gezicht. Dus die gaan dat gesprek in, komen daarna naar buiten en die geven dan een reflectie op het gesprek. En die benoemen dan opmerkingen die volgens hun over hun litteken gingen. Ja. En dan kregen ze later dus pas te horen van al deze opmerkingen zijn gemaakt over jouw litteken. Welk litteken? Je hebt helemaal geen litteken. Dit is hoe je naar binnen bent gegaan. Ja. Dus wat het doet met je interpretatie van informatie als jij zelf een overtuiging hebt. Zo subjectief. Ja. Ja. Dus dat je informatie heel anders kan interpreteren. Nou, daar ben ik me ook wel bewust van. En dat, ik heb dat ook nog wel eens bij Blackbox ook gehad. Dat ik dan dingen heb gezegd omdat ik iets had geïnterpreteerd. En ik dacht van als ik dat nu nog een keer zou doen, zou ik het nu anders gezegd hebben. Dus, maar dat is weer het voortschrijdende inzicht. Ja. Snap je? Dus ik denk ook dat we coulant mogen zijn naar onszelf. Ja. Omdat ons brein nu één keer zo werkt. Ja. En ik zeg ook altijd, alles is een momentopname. En je doet op het moment het beste van wat je weet en wat je kan. Dus op basis van de informatie die je op dat moment hebt. Ja. Ja. En beter dan dat kan je ook niet doen. Meer kan je niet doen. Nee. En dat is ook wel het mooie van het leven, denk ik. Dat ik heb nu, 2 weken geleden is er bij mij eigenlijk zo'n soort reset heeft plaatsgevonden. Over dingen van vroeger, waar ik veel last van heb gehad. En ook mijn beperkende overtuigingen. En kijk, dat kan ook een interpretatie zijn. Snap je? Dus het is ook maar de vraag, is het nou het placebo-effect van wat er gebeurd is? Of is er daadwerkelijk wat gebeurd? Mm. En die vind ik ook interessant. Ja. En mijn kritische hoofd, die denkt, zometeen heb jij allerlei dingen gehad en was het allemaal, maar een soort placebo-effect. Uiteindelijk, voel ik me beter. Ja, precies. Daar gaat het om. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Dus ook die vind ik dan weer uitdagend, dat ik denk van, dat hoofd, hè, en ook die 95%. Ik probeer die te interpreteren, maar het blijft die mist die ik zie. Want ik kan er nog niet doorheen zien. Ik weet niet of het exact zo is. Nee. Maar ik voel me wel rustiger. Mijn hoofd is rustiger. Ik heb wat minder allerlei prikkels en gedachten. Ja, hier zouden we nog even op terugkomen. Want je gaf aan ADD en het is wat minder geworden. Ja. Maar daar komen we later op terug. Dit is ter afsluiting. Ja. Kun je dan even aangeven wat is dat proces geweest? Wat heb je dan losgelaten? Hoe heb je dat losgelaten? Hoe komt het dat je hoofd rustiger is nu? Ik ben eens zo'n bij Vilna in een week geweest. Wat er gebeurt met mijzelf is dat er zoveel eigenlijk prikkels zijn om mijn hoofd af te leiden. Dat mijn hoofd er niet meer naartoe komt. Die vond het heel stom ook, want ik had geen controle erover. Ik kon ook boos worden. En als ik niet helemaal veilig ben, kan ik boos worden. Dat is mijn copingmechanisme. Dus wanneer je onveiligheid voelt, dan word je boos? Ja. Okay. Nou, eigenlijk is mijn kernovertuiging, ik ben veilig als ik alles goed doe. Gotcha. Ja. En op het moment dat ik niet de ruimte krijg om alles goed te doen, word ik boos. Mm-hmm. Nou, dat is ook precies eigenlijk gewoon vaak de bedoeling. Want dat betekent, dan kom je uit je comfortzone en dan gaat het allemaal een beetje trillen. Dat is niet fijn. En als je dan andere dingen gaat toevoegen, zoals bijvoorbeeld geleide ademhaling. En daar ging ik echt gewoon heel hard op. Ik heb bijna een half uur heb ik gejankt. Er kwam heel veel emotie bij vrij. En ik kan me niet heugen dat ik zo lang heb gehuild. Door te ademen? Alleen maar door te ademen. Dus dat betekent dat je volledig in je parasympathicus terechtkomt. Ja. En dan kom je eigenlijk bij een laag die dus eigenlijk trauma vasthoudt.
En dat komt er dan allemaal als een emotie uit. Ja, dus je ademt heel diep naar je buik toe. Heel diep. Mm-hmm. En ja, dat was super bijzonder om te ervaren. En zo waren er nog eigenlijk 3 van dit soort momenten. Ook een soort hypnose wat je dan doet. Visualisatie eigenlijk. Waardoor er dingen gebeuren in processen, zodat je eigenlijk naar je gebeurtenis of je trauma toe gaat. Daar eigenlijk ook een vergevingsritueel hoort er vaak bij. Dat is bij Brandon Bass is dat eigenlijk zo, hè? Van de helende reis is dat. Maar vaak bij je hypnose is dat ook zo. Dus ja. dat proces zorgt ervoor dat je iets kan afsluiten. En als je het afsluit, dan betekent dat jouw systeem eigenlijk het los kan laten. Want dan hoeft het niet meer overeind gehouden te worden. Ja. En als dat dan gebeurt, dan heb je de ruimte om eigenlijk iets wat in het verleden, mijn kleine jochie eigenlijk, kon even samensmelten met wie ik nu ben. En ik hoefde hem niet meer weg te duwen waar ik bang voor was, want als die onveilig was, werd hij boos. Dus het maakt dat je in dit soort omstandigheden ervoor zorgt dat mensen die op een bepaalde manier reageren, waarvan ze eigenlijk niet weten hebben dat ze zo gaan reageren, dat is autonoom. Mensen kunnen boos worden, mensen kunnen paniek raken. Er zitten allerlei soorten emoties die daar zijn. Die hebben dan vaak te maken met iets wat er dan in het verleden gebeurd is. Ja. Haal je dat weg, en dat is bij mij ook zo, dan heb je dus minder een alert systeem nodig. En mijn overtuiging is, en daar is best wel wat onderzoek is er nu op gericht, is ADD en ADHD in 2000, of tenminste rond 2000, toen ik die huisartsopleiding begon, hadden we het nooit over ADHD en ADD. Het is echt een modeverschijnsel. We hadden het wel over RSI-arm, hebben we het ook niet meer over. Dat ken ik niet eens. RSI was een soort muisarm. Oh ja, ja. Oké. Dit zijn ook modeverschijnselen. En je merkt dat iedereen moet ongeveer etiketjes krijgen. Dat is ook bij ons in de geneeskunde zo. Terwijl ik denk, stel je voor, met alle prikkels die we nu hebben, met onze mobiel, met alles wat de huidige maatschappij van ons verwacht, met al die hoge prikkels, plus een trauma in het verleden, betekent dat jouw hoofd aan moet gaan staan, want die is alert. Dan krijg je bijna een soort posttraumatische stress in je hoofd, waarbij je echt van alles weet van, nou, die is daarmee bezig. Wat ik kon, is dat als ik met jou een gesprek heb en ik hoor daar mensen gewoon praten, kon ik het gesprek blijven volgen. Ja. Dus, en ik weet dat een vriend ook daar echt heel boos over geworden is. Omdat maar volgt hij dan 2 gesprekken tegelijk? Ja. Ja. Oké. En ik zal dat niet 100% doen, maar je was zo getraind om tussen de woorden door andere woorden neer te zetten, dat je eigenlijk 2 systemen eigenlijk naast elkaar kon hanteren. En voor mij is dat een automatisme en zit in mijn autonome zenuwstelsel. Dus daar was ik op getraind. Maakte me veilig. Nou, nu dat gereset is, merk ik dat ik niet meer zo gefocust ben op anderen. Ja. En dat ik ook rustiger ben in mijn hoofd. Ja. Dat ik niet meer zoveel gedachten heb. En dat een soort zoom die ik altijd in mijn onderbuik had, dat die verdwenen is. En ja, ik weet niet, ik heb een beetje rustiger energie. Rust. Ja. Mooi. Dat je aandacht dus ook beter kan richten. Meer focus. Ja, mooi. Ja. Dus. Daar doen we het voor. Zeker. Al die ademhalingstechnieken en al die retreats. Plantmedicijn. En dat soort dingen. Want we hebben nog niet eens over het retreatcentrum gehad. Maar ja, dat is natuurlijk ook wat er... Ik denk dat dat wel een reden is waarvoor wij zo'n retreatcentrum zijn begonnen in Spanje. Omdat ik daar voel dat ik helemaal tot rust ben gekomen. Er is zo'n stilte, die is oorverdovend stil. Ja. En om dan in de natuur te zijn en te voelen dat wat je basis is en dat je daar naar terug mag keren en anderen ook mag meenemen om daar naar terug te keren, is bijna gewoon terugkerende baarmoeder, waar je ook eigenlijk diezelfde serene rust had en waarbij je gewoon kan laten zijn. En dat is bijna niet meer mogelijk hier in het drukke Nederland. En dat vind ik wel echt een groot voorrecht om af en toe dan naar Spanje te gaan. Even de grens over te gaan. Ja. Ja, fijn dat dat kan. Ja.
Dus daar heb je al een retreatcentrum. Maar er komt er binnenkort, of althans binnenkort zal ik niet zeggen, maar er komt in de toekomst nog één. In de nabije toekomst denk ik dat het de bedoeling is dat ook met een heel aantal andere mensen die ook hier eigenlijk achter staan, dat we echt een soort een healing center gaan doen. Ik noem het maar healing center, omdat het gewoon toch, het gaat over helen. Al vind ik dat we altijd heel zijn, maar ja, dan precies. Gaat het mij met name even over dat stuk, die kernovertuiging, dat die er vanaf mag, zodat je weer helemaal eigenlijk authentiek bent zonder die lading die daarop hoort. Ja, zonder dat je door het leven gaat alsof je een litteken op je gezicht hebt. Voilà, nou die. Ja. En ik denk, als we dat kunnen gaan doen en je komt steeds meer mensen tegen die op dezelfde frequentie trillen. Ik denk dat ik daarom ook op deze stoel, deze kussenpoef zit. Omdat ik voel dat wij op een bepaalde manier samen trillen. En die mensen komen gewoon op je pad. Ja. Omdat je die frequentie kan zien en voelen en horen. En dat is dan weer het gevoel waar je op mag varen. Dat je daarop mag laten leiden van als je dat voelt, volg je hart en volg die trillingen, want die kloppen. Mooi. Ik vraag eigenlijk altijd op het laatst of je nog enige laatste woorden wil delen. Je voelde dit al wel als een heel mooi eind, maar ik wil je niet overslaan of passeren. Nee. Ik denk dat volg je hart, want dat is je kompas voor je toekomst en je onderbuik. En laat je hoofd, dus je intelligentie, jou daar naartoe leiden. Want daar heb je intelligentie voor gekregen om daar te komen waar je hart je heen wijst. Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Felix van der Wissel. Fijn dat je er was. Fijn om dit gesprek met je te voeren vandaag. Altijd een waar genoegen. Dankjewel. Jij heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop ook dat jij hebt genoten van dit gesprek. Laat het even weten. Laat even een reactie achter. Like de video, stuur hem door. Maar abonneer je ook op YouTube, zodat je een melding krijgt wanneer we weer een nieuwe aflevering online zetten. Tot de volgende keer.